Hey joh mensen, ik ben Thomas en welkom terug bij Minecraft Survival. De serie die ik elke maand upload. Geen enkele uitzondering. Ik heb heel veel moeten nadenken over wat ik überhaupt ging doen. Maar ik dacht van ja, ik moet de hele tijd om mijn huis heen lopen en alles. Ik moet de hele tijd via één weg. Ik heb maar één weg waar ik naartoe kan. En voor de rest zit ik maar een beetje vast. Dat vond ik nogal vervelend, dus ik dacht, ik maak gewoon alles even wat sneller. Moet ik wel eens birdwood halen, helemaal vanaf daar. Dus dat kan ik misschien eigenlijk ook wel verbeteren, weet je. Kijk, zo kom ik uiteindelijk wel erger. Dat was niet wat ik wilde doen. Als ik hier de hele tijd bezig ben, ja, ik ben hier achter. Ik kom hier en ik wil niet helemaal daarheen lopen. Heel ver lopen is dat. Oh, misschien kan ik juist vanaf hier in de mine zo en dan opzij. Yo. Dan moeten we hier naar binnen en dan is hier het al. En ik weet niet wat hier op de muur hangt. Oh, kak, dit is de... Het netherspul. Nou, dat vind ik wel een soort van belangrijk. Wat is nou echt een lege... Ik heb vast wel een lege kist ergens. Ongeveer leeg dan. Ik heb een kist voor cobblestone stairs? Wat? Is dit cobblestone stairs? Nee, nog eentje verder. Boah, blijf gewoon in de lucht. Of ik hou het gewoon zo, weet je. Dat het zo'n soort van geheime ingang is. Een geheime ingang. Dat is vet cool. We maken een deur of drie. Nee, wacht. Volgens mij maak ik altijd te veel deuren. Hier, er liggen er gewoon nog vier in de kist. Kijk, zo. Totaal niet opvallend. Oh, ik kan het gewoon net zo goed zo laten staan. Ik ben klaar voor de geheime uitgang. Joep. Het lijkt heel raar als ik dit ga doen. Kijk, vanaf hier is nog oké, ja, is goed. En dan kom je hier en dan denk je... Dat denken mensen waarschijnlijk niet. Oké. Maar dit is ook... Hoe kan dit normaal worden? Wat de... Hé? Het moet gewoon hier ergens in de muur zitten. Maar omdat het net zo'n hoek is... Kan dat niet echt of zo. Goed. Een stone brick kist en... Maar ik wil wel even wat anders dan cobblestone stairs uiteindelijk hoor. Nou, dit is gewoon een lege kist dan, oké? En dan maken we even een schilderijtje. Hebben we dat toevallig nog? Mijn gok is zo. Yes. Ik dacht, het kan ook een item frame zijn. Bestaat er een drie lange? Nee, hè? Ik wil gewoon eentje. Dit moet ze echt verbeteren nog een keer. Ik wil gewoon eentje van één breed. Zo dan. Nu krijg ik niet meer eentje van één breed, hè? Ik bedoel, twee. Is dit mooi? Nee, ik zijn vast wel betere. Oké, deze heeft wel illuminatie aan de rechtsonderkant. Dus die is wel mooi. Zo. Niemand zal dit ooit zien. Ook al kan iedereen het gewoon weten terwijl ze mijn video's kijken. Zit er dan ook nog wat in die stone brick kist? Ja toch? Oeh, gelukkig wel. Dan kan ik even een mooi paardje maken. Ah, mooi. Mijn best doen om iets te maken. Eigenlijk wil ik nog een torch. Zo'n hypermodern... Een fakkel. Nou, een fakkel is niet heel hypermodern, maar met een beetje fantasie. Oké. Nou, dit laten we even zo. Nice. Dat is al één gedeelte waarbij ik minder hoef om te lopen. Wacht, ik stoot mijn hoofd ergens aan. Waaraan doe ik dat? Aan dit blokje gewoon. Dit blokje zit er de hele tijd al. Oh, heb ik nog wel eten? Oh, maar wat kom ik hier nou ook alweer doen? Oh ja, glas. Yes, ik heb het ook nog. En... Zo, ik haat glasblokken. Ik heb dat echt... Ik vind dat heel lelijk. Ik wil gewoon een achterdeur, oké? Het is beter, soort van. Van binnen vind ik het nog wel oké. Misschien is hout wel beter. Buiten is het wel echt een beetje goor. Ik weet niet of ik dit moet blurren, dit. Want dit is echt... Echt naar. Maar goed, nu hoef ik tenminste niet helemaal weer daar langs. Om dan weer die kant op te gaan. Om dan weer naar achteren te gaan. Om dan daar te zijn. Ja, en dan heb je furnaces in je inventory. Waar hoort dat? Ik stop het wel in deze kist. Hey, ik heb een cobblestone ster. Ik weet waar ik die in moet leggen. Ik heb namelijk altijd al gehouden van de slimeblok launcher-achtige iets. En ik kan twee slimeblocks maken, dus... Kan ik ze ook nog weer terugkrijgen? Ja, oké. Ik kan ze nog terugkrijgen, dus als ik uiteindelijk toch spijt krijg... Dan kan het altijd nog weer goed komen. Maar wat ik op zich wel kan doen, is gewoon gebruik maken van dat dit zo lelijk is. En er gewoon een redstone ding in bouwen, weet je. Als het toch al zo lelijk is,
dan kun je maar net zo goed doen alsof dat expres zo is. Wat mijn doel een beetje is, is... ik wil over deze muur kunnen, want anders moet ik alsnog omlopen. Of ik moet een gat in de muur maken. Maar ja, dat is eigenlijk ook niet zo tactisch om een gat in de muur te bouwen. Maar... ja. Ik had het nog niet zo goed uitgedacht. En nu? Hey, ik ben er bijna over hoor. Parcours. Ja, klaar. Einde aflevering. Ik zeg doei. En ik ben zo gewend aan command blocks. Die kunnen gewoon overal wat plaatsen als ze willen. En dat kan ik nu niet. Maar kijk. Teleurstelling. Ze hebben het toch niet uitgehaald, hè? Oh, nee, zeker niet. Oh, wacht. Via de rendier kan ik wel parcours op de muur. Kan ik dit gat eindelijk een keer dichten? En, nee, wacht, laat maar. Nou, dat kon ik sowieso wel doen, maar... Ja. Dit wordt zeg maar het verboden steegje waar je nooit heen mag. Omdat je dan waarschijnlijk doodgaat of zo. Maar... ja, pas maar op. We hadden op de basisschool ook, daar kon je achter zo'n schuurtje staan. Maar de leraar vond dat niet leuk. Van, oeh, straks kwam je in gevaar. Oeh. En ja, een soort van terecht ook wel. Ik bedoel, je weet maar nooit wat die kinderen daar doen, hè? En een beetje meer een creative speler. Tegenwoordig. Ik bedoel, elke maand Minecraft Survival geen uitzonderingen, maar toch weet ik nooit zo goed hoe ik repeats moet maken. Maar ik ben pittig zeker dat het met steen moet. En ik heb geen zin om helemaal... oh wacht, misschien heb ik nog wel steen. Ah, ik heb nog gewoon steen. Sick. Hoeveel zal ik er nodig hebben? Zullen we gewoon even gokken op 3? Beginnen met 3 is wel leuk. Er is vast iemand die dit kijkt wie zijn lievelingsgetal 3 is. Zo niet. Ja, ik heb meer kijkers nodig. Nou, kijk, waar we sowieso mee kunnen beginnen is dat we hier gewoon een tunneltje gaan graven. Oh, hey. Hier is het zelfs al gewoon dicht. Oké, dit is lijkt het einde van de muur te zijn. Dus hier ergens moet ik omhoog kunnen. En dat is hier. Oké. Gewoon lelijke blokken gebruiken. Niks mis mee. Want dit ziet toch als het goed is uiteindelijk niemand. Wat ik nu doe. Ja, zo komt het denk ik wel uit. Dan moeten we even een redstone torch ladder maken. En ik voel me heel slim als ik dat zo zeg. Want dat klinkt gewoon cool. Deze komt hij op uit. Dan zet hij deze dus weer uit. Doordat die uit staat. En ik deze redstone torch plaats, staat deze weer aan. En staat deze weer uit. Nice. En hier moet ik ook daadwerkelijk nog timing in stoppen later. Maar goed, dat doe ik zoals ik zeg later wel. Mag dit? Mag ik de redstone hier opleggen of gaat het dan kapot? En... nice. Oh, het mag niet. Oh, zo is ook goed, joh. Hier maak ik dan wel even hout van, joh. Voor de mooi. Dat is voor de mooi. Oh, joh, dan haal ik het easy. Zo. Even koekloeren. Als de timing gelijk goed is, dan voel ik me echt leuk. Dat is niet een... oh! Hij is te laat? Ho, 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 ik kan zo wel het leuke dak op. Oké, maar ik wilde dat hij me weg ging duwen, zeg maar. Maar hij is gewoon te laat. Maar wacht, als ik erop kan komen, dan... oh, het lukte! Ik kan hem ook een blokje hoger zetten. Oh ja, hij gaf gewoon iron. Er is één ding waar ik niet aan gedacht had, dat is de terugweg. Is een muur nog wel echt een muur met ladders erop? Nee, eigenlijk niet, maar... goed genoeg. Oké, als het goed is. Kiek hem gaan. Oh, ik vind het nog wel een beetje riskant hoor. Beetje riskant dichtbij de rand. Oké, dus nu als ik gewoon zo zit van ja. Oké, ik moet helemaal even naar de koeienfarm. Nou, dan ga ik wel gewoon hier langs. Yo. En dan moet ik nog weer naar boven kunnen. Nou, maak ik gewoon even een heel sneaky... dirt patje. Alsof het zo hoort. Nou, als dit niet mooi is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, maar ik denk dat het bij het kijken van deze video gewoon best vies tegenvalt. Maar dit is zo leuk om te doen. Ik
Kijk, misschien niet om te zien dus. Maar oh, om te doen voelt dat echt goed. En dan ben ik zo weer hier. Oké, ik ga nog wat maken wat echt heel veel mensen super handig vinden in een survival. En ik ga het gewoon hier maken omdat het ook een AFK iets is. Net zoals deze dingen, die gaan ook een beetje automatisch. Nou is dit niet vol automatisch, maar wel AFK. Maar waarmee wil ik het eigenlijk maken? Dat bedenk ik nu ook pas. Oké, nog een leuk dingetje, ja? Welke van deze drie blokken vind jij nou het mooist? Andesite, granite of diorite? Het is wel allemaal polished, maar ja, dat is gewoon leuker. Mijn favoriet is polished andesite. Maar omdat je daar geen slabs van hebt, moet ik ook nog een beetje stone slabs gebruiken. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. Ik weet niet meer precies hoe je moet maken. Maar ik ga even proberen wat ervan te maken. Uit mijn gedachtes. Ik denk niet dat het een goed idee is om het uit mijn gedachtes te maken. Maar ik weet dat het wel zo'n soort format. Even denken wel. Het zat niet echt heel goed bij de afbeelding of zo. Ik weet in ieder geval nog. Dit was even een mooie repeatertje hier. Een repeatertje hier. Redstone. Nee. Nee, dit is fout. Hier dan. Je had nog een iron trapdoor nodig. Die stopte je dan denk ik zo. En hierachter moest sowieso deze. En dat was hem volgens mij al. Moet het wel even een beetje goed inbouwen, weet je. Mag best lelijk zijn. Maar het moet wel veilig zijn. Heb ik hem nou nee, je kan hem niet symmetrisch maken. Ho, ho, ho. Daar worden mensen heel boos van, waaronder ik. Oké, mijn andesite is oprecht op aan het raken. Dit is een beetje naar. Beetje maar. Nee. Nee. Oh, dat kan je echt niet doen. Niks aan de hand hoor, jongens. Oké, dit water heeft wel daglicht nodig. Dus we plaatsen hier gewoon wat glas boven. Weet je, we zitten toch in de AFK. En de lelijke van. Oh, ik heb hier nog een blokje gemist. Het wordt toch nog gegund. Oh. Het komt precies uit. Het komt perfect uit. Oké, dat is toch nog wel even lekker. Oké, eigenlijk niet, want dit is helemaal niet nodig wat hier staat. Maar het kwam perfect uit. Woehoe. Oh, kak, kak, kak. Ik heb wat kapot gemaakt. Nee. Ik dacht, ik maak het mooi. Ik maak het gewoon kapot. Nee, 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 nee. Oké, ik vergeet een klein detail. Maar wel een belangrijk detail. En dat is de hopper die ik eronder moet doen. Oké, ik heb nog wat weg te halen. Het lijkt nu heel ruim hier. Kan ik er nog een vloer in leggen? Als je het maar hard genoeg probeert, kom je wel tot een oplossing. Zo, lekker steen in het midden. Hier wat aan de zijkant. Zo, oh, lekker dit. Maak gewoon nog een crafting table. Moet dat? Nee. Ziet dat er mooi uit? Mwah. Maar daardoor heb ik wel weer precies genoeg blokjes. Denk ik. Ja, hoop ik. Dat is het idee. Mijn schep is kapot. Kak. Kijk, zelfs detail onder de kist is goed. Alleen nog even een detail onder hier zo. Prachtig. Ik heb nog nooit zoiets perfects gezien. Als ik nu niet doe, sta ik trouwens wel een beetje, klein beetje voor lul. Maar heb ik überhaupt nog een visengel? Nee. Ja, ik heb nooit een visengel gemaakt, denk ik. Wat nog steeds begrijpelijk is. Oh, ik wilde helemaal niet testen of hij het deed. Ik wilde een deur halen. Nou, ik plaats hem gewoon zo. Oh, was dat het? Was dat vis? We hebben vis gevangen. En hiermee kan ik dus ook enchanted books vangen. En dat is gewoon weer super goed. Dus hier ga ik nog wel eens even AFK mee staan. Maar jongens, anders moest ik dat in de volgende aflevering doen. En dat is natuurlijk over een maand. Of vijf of zo. Maar hey, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Als je genoten hebt van deze video, laat er vooral een like achter. Als je meer van mij wilt zien, abonneer op GameStreams. En ik hoop dat ik zie in de volgende video. Ik zeg, doei. Hoe ziet het er trouwens uit? Kan je het zien?
Nee, mijn Minecraft is gewoon helemaal weg. Wacht. Ik heb een vis gevangen. Wacht. Als jullie het nog niet gezien hadden... Ik heb een vis.